Is it your taste? I think it's what you like. I think it's what you like. So far they're toxic to you, but you don't know you're wasting your time. I'll tell you what I know. Let them go. Hoi en wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag laat ik jullie mijn ochtendroutine zien. En zoals je waarschijnlijk wel kon raden, begint mijn ochtend met wakker worden. Allereerst pak ik mijn telefoon om mijn wekker uit te zetten. En vervolgens kijk ik op een bepaalde app genaamd Sleep Cycle hoe ik die nacht heb geslapen. En dat vind ik altijd wel heel interessant. In die app kan je zien hoe diep je hebt geslapen en hoeveel activiteiten je die dag hebt gedaan. En dat kan je dan ook vergelijken met de dagen ervoor. Dus mocht je dat net zo interessant vinden als ik, dan is deze app Sleep Cycle zeker een tip. Ik vind het altijd heel erg fijn om de dag te beginnen in een comfortabele outfit. Dus ik trek lekker fluffy socks aan en gewoon een hele fijne outfit. En dan is het tijd om naar de keuken te gaan, want ontbijten is gewoon eigenlijk mijn favoriete onderdeel van de ochtend. Ik hou echt ontzettend van ongezond eten en juist daarom vind ik het wel fijn om de dag gezond te beginnen. Dus je ziet dat ik 2 stuks fruit pak, namelijk een appel en een paar stukjes watermeloen. En ik rooster ook nog even een broodje waar ik later wat pindakaas op smeer. Dat is dan ook alweer lekker. En ja, ik vond het echt een super lekker ontbijt. Laat vooral bij de reacties jouw favoriete ontbijtje achter. Dat vind ik echt super leuk om te lezen. Om de dag vol inspiratie en met positieve vibes te beginnen vind ik het altijd heel erg fijn om of op Pinterest of op Instagram of in dit geval op Tumblr rond te kijken. En hier zie je dus lekker eten voorbij komen en zelfs een kort workout schema. Ik had deze ochtend namelijk wat tijd over, dus ik besloot een korte workout te doen. Mocht je hier 's ochtends nou geen tijd voor hebben, zoals ik meestal, dan doe ik het de avond ervoor. Daarna ging ik naar de badkamer om mezelf te douchen en deze keer heb ik ook mijn haren gewassen. Ik ging later deze dag namelijk mijn haar roze verven en daarvoor moest ik mijn haar wassen. Als je benieuwd bent hoe dat is gegaan met mijn roze haar, dan kan je je abonneren op mijn YouTube kanaal, want daar komt binnenkort ook een video over online. Als ik er tijd voor heb, vind ik het heel erg fijn om mijn haar gewoon aan de lucht droog te laten worden. Maar deze keer had ik niet zo heel veel tijd, dus ik besloot het droog te feunen. Natuurlijk wel met een hittebescherming, heel belangrijk. Nadat mijn haar droog is, hydrateer ik mijn gezicht met deze olie van de Body Shop. En omdat ik deze dag niet wist of ik nou wel of geen make-up op wilde, teken ik mijn wenkbrauw een klein beetje bij. Allereerst gebruikte ik een kitje van Rimmel. Vervolgens teken ik het in met het welbekende Catrice wenkbrauwzetje. En vervolgens ook nog een klein beetje transparante wenkbrauwgel van Etos. En dat was dan eigenlijk een beetje mijn make-up look. Hierna breng ik ook nog een hele simpele crème aan van Nivea om mijn huid nog extra te hydrateren. Zoals ik zei bleef ik deze dag thuis, dus ik had een thuiswerkdagje. Dus hier zie je dat ik achter mijn bureau kruip, mijn super leuke werkplek. Ik ben er nog steeds zo blij mee. En ik ging lekker aan mijn YouTube video's werken. Zoals ik zei, dus mijn video opnemen voor mijn roze haar en mailtjes beantwoorden, dat soort dingen. Hoi en super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Leonie en ik ga mijn haar roze verven. Ik hoop dat je dit een leuke video vond. Als dat zo was, vergeet je dan niet te abonneren op mijn kanaal. Dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En hopelijk zie ik je snel bij een volgende video. Doei doei!